woningmarkt in Apeldoorn stagneert door bouwachterstand. Genieten van de zon met zonnebrandcrème op het terras. En camping Het Spoek al 85 jaar zonder alcoholische dranken. De woningmarkt in Apeldoorn heeft te maken met een bouwachterstand. Hierdoor zijn met name de starters de dupe. Zij kunnen moeilijk aan een geschikte woning komen die ook nog eens betaalbaar is. De huizenmarkt in Nederland, ja, daar gaat het niet zo goed mee. Hoe is dat hier in Apeldoorn? Nou, het gaat niet zo goed. Er wordt natuurlijk veel verkocht en snel verkocht. Alleen op dit moment is er gebrek aan aanbod. En dat is eigenlijk wel een probleem. Ja, want dat strekt heel ver, hè? Starters kunnen niet aan woningen komen. Nou ja, het zoeken van een woning is echt een opgave. Je huis verkopen is tegenwoordig wel makkelijk. Je hebt hem zo verkocht, want er zijn er gelijk een aantal voor de deur. Maar ja, de juiste woning vinden, dat is niet zo makkelijk. Dus in een hele korte tijd is dat ineens ontstaan. Hoe komt dat? Nou ja, de markt is in één keer omgedraaid. Waardoor het komt, ja, de lage rente is natuurlijk sowieso een invloed. Het vertrouwen van de mensen weer in de economie. Ze durven weer, zeg maar, geld uit te geven, ze durven weer te kopen. Ja, daardoor neemt de vraag toe. Terwijl eigenlijk, ja, het aanbod alleen maar afneemt. Oudere mensen zouden geen nieuwe hypotheek kunnen krijgen als zij kleiner willen gaan wonen. En dat zou de doorstroming van de huizenmarkt verstoren. Maar u weerlegt dat? Ja, mensen die ook op leeftijd zijn kunnen nog steeds gewoon een hypotheek verkrijgen. Hangt natuurlijk af van hun inkomen of ze een pensioen hebben of ze een eigen woning al hebben met eventueel overwaarde. Dus die mensen raad ik zeker even aan om bij een hypotheekadviseur te raden te gaan wat ze kunnen kopen. Of wat ze kunnen financieren. Maar dan komt het andere probleem. Er zijn geen woningen genoeg. Ja, dan als die senior inderdaad op pad gaat en hij gaat op zoek naar een gelijkvloerse woning. Dat aanbod is er inderdaad heel weinig. Er zijn wel wat appartementen, maar ook niet heel veel. Dus echte luxe appartementen praat ik bijvoorbeeld over. Je ziet wel langs het kanaal staan bij het Loo. Maar ook daar is het aanbod heel schaars. Een ander veel groter probleem die de woningmarkt stagneert is de huizenbouw. Dat loopt nu ver achter op het aanbod. Ja, bouwvakkers zijn natuurlijk ook wat minder. Materiaalleveranciers blijft achter. Als je een betonvloer bestelt, ben je zomaar 3 maanden verder voordat je hem hebt. Dus alles vertraagt daar wel op. Maar dan praat je al gauw over een hele lange vertraging. Hè? Want wanneer zou dat eventueel opgelost kunnen zijn? Ja, nou, in die glazenbol kan ik helaas niet kijken. Dus dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Nee, maar ook niet aan schatting? Nee, helemaal niet. Durf ik niet aan. In Apeldoorn en omgeving wordt er wel gebouwd, maar of daarmee de schaarste wordt weggenomen? Je ziet wel een aantal plekken waar gebouwd wordt. Uchelen-Buiten is wat uitgebreid. Binnenkort het Julianakwartier waar gebouwd gaat worden. In Zuidbroek wordt nog volop gebouwd. Dus er worden wel genoeg weer eengezinswoningen toegevoegd. Maar er kan nog wel iets meer. Maar zijn dat nou echte woningen waar schaarste in is? Nou ja, je ziet veel dat daar eengezinswoningen wordt gebouwd. En dat is eigenlijk de enige vorm van bouw die je daar ziet. Rijwoningen, 201 kapwoningen, enkele vrijstaande woningen. Niet gericht op senioren. En je ziet heel veel mensen die heel graag in hun eigen wijk willen blijven wonen. Dus zoals Julianenkwartier zou heel populair zijn, net zoals onlangs het Spartahof gebouwd is. Dat is in een bestaande omgeving waar mensen graag willen blijven. En dat zorgt ook weer voor een dilemma, denk ik. Ja, want je ziet heel veel mensen die zeggen, ik wil niet naar Zuidbroek toe, want dat is zo ver. Nou ja, het is een kwartiertje fietsen van het centrum, geloof ik. Dus dat, ja, wat is ver natuurlijk? Dat blijft natuurlijk wel een dilemma, want mensen zijn vertrouwd aan hun eigen plekje en hun eigen omgeving. Willen daar graag blijven. En daar wordt bijna niet gebouwd. Er is natuurlijk weinig ruimte om op een gegeven moment om te bouwen. Is de gemeente bereid om inderdaad dat tekort snel te realiseren? Ja, daarbij zijn ze ook afhankelijk van bijvoorbeeld provincie. Wat mogen ze bouwen, de aantallen. En zijn ook vaak afhankelijk van gronden van derden. En dus niet alleen maar van eigen grond die ze in positie hebben. Starters en ouderen zullen daarom veel geduld moeten hebben. En ineens was het zomer. In Apeldoorn steeg het kwik naar de 28 graden. Tijd om gezellig een terrasje te pikken. Dat is wel uitstekend prachtig weer. Ineens zomaar in april. Wat vind je ervan? Ja, perfect. En vooral, ik ben deze week veel vrij, dus het is wel lekker. Volop van geniet. Komt mooi uit dus. Ja, zeker. Ben je nog meer van plan? Nee, eigenlijk niet. Alleen mijn terrasjes pakken. Nou, jullie zitten in de schaduw. Waarom eigenlijk? Het was wel heel warm de hele tijd in de zon. Ja, was het te warm? Het was te warm. Wel heel lekker, maar te warm. Hebben jullie speciaal een dag vrij? Of? Toevallig een dagje vrij met dit weer erbij. Helemaal vol zaten de terrassen op het Raadhuisplein niet.
En dat betekende toch wel een klein beetje meer omzet dan normaal. Het bijzondere mooie weer, dat doet jullie natuurlijk goed. Zeker is het ons wat goed. Ja, daar zijn we heel blij mee. Is het ineens veel drukker dan normaal? Iets drukker. Je merkt wel dat er meer mensen in de stad rondlopen. En dat iedereen blijft toch wat langer zitten. Bij Eetcafé in Fijn hadden ze een ludieke actie voor de klanten bedacht. Wat wij speciaal doen is dat wij hebben op de tafels hebben we heerlijke zonnebrandcrème staan. Zodat men met deze temperaturen de zonneschaaltjes zich kunnen beschermen. En dat wordt heel erg op prijs gesteld door ieder. Dus dat is wat we extra doen vandaag. En natuurlijk gewoon onze vrolijke lach en zorgen dat iedereen blij, lekker tevreden is. Ja. Niet iedereen maakte gebruik van dit unieke aanbod en dat was misschien niet zo verstandig. Een terras met zonnebrandcrème, heb je hem al gebruikt? Ik heb hem nog niet gebruikt, nee. En waarom niet? Nou, ik vind het wel lekker gewoon zo. Niet echt nodig. Je bent niet bang dat je verbrandt? Nee. Claudio's IJssalon deed goede zaken met dit warme weer. Ja, dit is een hartstikke mooie zomerse dag. Stonden we vanmorgen al voor de deur te wachten. Hoe vroeg was dat? Nou, we gaan altijd om 12 uur open. Van 12 tot 10 zijn we elke dag open. Dus om 11:45 stonden ze al flink te wachten aan de deur. Wat is nou het meest verkochte ijs op dit moment? Ah, het meest verkochte ijs is toch eigenlijk de standaard smaken. Aardbei, vanille, banaan, chocola. Als het zulke mooie dagen ineens zijn, gaat u dat dan redden met personeel? Nou, dat is af en toe wel een beetje moeilijk met de jeugd, maar tot nu toe heb ik het, redden we het wel, absoluut. Ja. Het is prachtig weer, tijd voor een ijsje, vindt u niet? Ja, heerlijk. Ja, even ervan nemen en dan even in de schaduw zitten, dat in april. Dat wel, u wil wel in de schaduw zitten. Is het te warm? Nu is het me te warm even in de zon. Ik hou van het zonnetje, maar geen 30 graden bijna. Op het Marktplein werd er dankbaar gebruik gemaakt van de fonteinen. Zij zorgden voor verkoeling, maar daar word je ook nat van en dat was misschien nou weer net niet de bedoeling. Camping Het Spoek in Beekbergen bestaat 85 jaar. Het bijzondere aan deze camping is dat er geen alcoholische dranken te koop zijn en de gasten mogen het zelfs niet drinken. Wanneer is dat ontstaan? De camping is opgericht in 1933 en de eigenaar toen een bond, was een geheelonthoudersbond. En dus van het begin was het een alcoholvrije camping en dat is het nu nog steeds. Ook na 85 jaar blijft de camping alcoholvrij. Dat is echt de identiteit van de camping en daar zijn we ook heel trots op en dat houden we ook gewoon aan en vol. Dat is echt het bestaansrecht van het Spoek en daarmee onderscheiden we ons eigenlijk van alle campings in Nederland. De camping zelf houden zij bewust hetzelfde. Veranderingen staan dan ook niet gepland. Wij vinden het belangrijk dat de camping toch nog wat iets nostalgisch uitstraalt. Dus we hebben hier een 11, 12 zomerhuisjes en die houden gewoon keurig bij. Maar die gaan we niet verder renoveren. En dat willen we graag zo houden, omdat we juist het heel karaktervol vinden dat je hier nog huisjes hebt zoals je die vroeger meer had. Het gebruik maken van internet is voor de campinggasten een zoektocht. Zeg maar de kantine, daar is wifi en de rest van het terrein niet. Dus het wordt gasten gevraagd als ze een krantje willen downloaden, dat ze dan richting de kantine komen om dat te doen. En als ze met je geluk hebben, kunnen ze de wifi meepikken van de buren. Het 85-jarig bestaan van de camping wordt op geheel eigen wijze gevierd. 85 jaar is natuurlijk best lang en daar willen we zeker aandacht aan besteden. We hebben de eerste viering al gehad met Pasen in het allereerste openingsweekend van de camping. Waar we het thema van ons jubileumjaar bekendgemaakt hebben, namelijk het Spoek midden in de natuur. En we zijn van plan om binnen dat thema het komende seizoen een aantal activiteiten te organiseren. Zoals bijvoorbeeld een vlindertelling, educatieve activiteiten met kinderen, op het gebied van knutselen, speurtocht, natuurbeleving, de vleermuiskasten, vogels, vogeltelling willen we gaan doen, enzovoort enzovoort. Onze verslaggever zal mogelijk niet op deze camping worden toegelaten. Stel dat ik onoplettend hier toch een biertje zit te drinken. Wat ga je doen? Ga je mij berispen of krijg ik een taakstraf of ga je mijn borgsom inhouden? Nou, dat is in ieder geval, tegenwoordig moet je daar even wel heel goed voor kijken. Omdat er worden aardig wat alcoholvrije bieren verkocht. En die flesjes lijken natuurlijk heel veel op elkaar. Het is mij nog niet overkomen dat echt iemand op een terras zat. En waarvan je dacht, nou dat ziet er toch wel uit dat iemand alcohol drinkt. Want de mensen die hier komen, ja die weten dat.
En, en er is zoveel keuze in andere campings waar dat allemaal gewoon heel normaal is. Dus gelukkig komen die situaties eigenlijk niet voor. Morgen is het zonnig en droog en wordt het niet zo warm. De temperaturen liggen zo rond de 22 graden. In de avond en nacht neemt de bewolking toe en kan er in de vroege ochtend een bui vallen. Het kwik daalt naar de 12 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met kans op een paar regen- of onweersbuien. Het wordt dan 24 graden. Maandag is het wisselend bewolkt en blijft het nagenoeg droog en wordt het maar 15 graden.